Welkom bij Tech Time. En vandaag ga ik het water op. In Tech Time neem ik je mee in de technische wereld van Defensie. Hoe is het om een technische baan bij de marine, landmacht of luchtmacht te hebben? Vandaag volg ik een officier technische dienst van de Koninklijke Marine. Na het zien van bijvoorbeeld films als Under Siege heb ik me altijd afgevraagd hoe het zou zijn om te leven en te werken op een marineschip. Lange tijd op zee en als collega's en kameraden op elkaar aangewezen zijn. Piraterij bestrijden, drugsmokkel tegengaan en mensen in nood redden. En hoe gaaf als dat kan op een van de stealthschepen van de Koninklijke Marine. De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor vrede en veiligheid op en vanuit zee. Daarom zijn hun schepen en mensen altijd in topconditie. Jan Aert is zo iemand die ervoor zorgt dat een schip vaart en onder alle omstandigheden blijft varen. Hoi. Wat moet jij een passie voor je werk hebben, zeg? Absoluut, zeker weten. Want waarom ben je bij Defensie gaan werken? Wat ik zocht is een uitdagende baan met veel afwisseling. En dat heb ik hier helemaal gevonden. Wat ik niet wilde is een baan van 8 tot 5, elke dag hetzelfde. De afwisseling is hier groot, ja. Absoluut. Want jij bent officier technische dienst. Wat houdt dat in? Officier technische dienst wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor de techniek aan boord. Met mijn club mensen verzorgen we het onderhoud, zorgen we dat systemen draaien. Ja, want jij bent dan niet alleen verantwoordelijk om zelf het uit te voeren, maar jij hebt nog mensen onder jou. Ja, dus het is echt ook een grotendeels een managementfunctie. Dus je bent veel het aansturen van de mensen, prioriteit bepalen in het werk. Dat zijn de zaken waar we onder andere mee bezig gaan. Ben je hier ook voor opgeleid? Ja. Ik heb een hbo-opleiding gedaan voordat ik bij de marine kwam, technische opleiding. Binnen de marine specialisatie gehad, technische opleiding. Koninklijk Instituut voor de Marine heb ik een vooropleiding gedaan. Vervolgens aan boord opleidingen. Nu hier werkzaam aan boord van een LCF. En goeie van jou, wat voor type schip is dit dan? Dit is een LCF, luchtverdedigings- en commandovergat. Ja, echt een vergat, gemaakt om oorlog te voeren, om raketten te onderscheppen. Allemaal dat soort zaken. Oké. Ja. En wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag gaan we een averijeroefening doen. Averijoefening is eigenlijk een oefening waar we gesimuleerd een aanvaring beoefenen. Dus een ander schip raakt ons, er komt een lekkage, komen branden. Oké, nou klinkt goed. Ik zeg, kom maar op. Voordat we verder gaan, geef ik je eerst een marineuniform. Dus ik wil graag dat je dat even aantrekt. Belangrijk dat je er netjes uitziet aan boord. Plus een stukje veiligheid. Oké. Okay. Dus ook mouwtjes naar beneden, ga ik zelf ook doen. En dragen jullie allemaal hetzelfde uniform? Ja, wel allemaal net even anders. Verschillende stickertjes die erop zitten. De rangonderscheidingstekens, zoals je hier bij mij ook ziet. De luitenant ter zee, tweede klas, oudste categorie. En zo heeft iedereen een functie. Dit is het logo van Zijne Majesteit Tromp. Dat geeft aan dat ik geplaatst ben op deze eenheid. Wat je op de rechterkant hier ziet, is het onderscheidingsteken van het dienstvak. Ik ben onderdeel van de technische dienst. Dat geeft dit weer. En als jij een streep hoger wil, wat ben je dan? Eén functie hoger dan dit zou aan boord hoofdtechnische dienst kunnen zijn. Dan kom je één rang hoger, dat is luitenant ter zee, eerste klas. En hoe lang duurt het voordat je dat bereikt? Nou, ik ben nu ongeveer een jaar aan boord geplaatst. De verwachting is dat ik hier nog 2 jaar geplaatst ben. En dan zou ik eventueel in aanmerking komen voor een stap hoger. En is dat ook jouw doel? Ja, dat is zeker wel iets wat ik wil. Dus een volgende stap, een volgende uitdaging. Is iets waar we langzamer naartoe werken. Dus kennis opdoen, ervaring. En dan gaan we het tegen die tijd kijken. Gaaf. Hoe zie ik eruit? Nou, het ziet er goed uit. Dus netjes uniform. Mouwtjes naar beneden, dat zien we graag. Wel belangrijk, denk ik, even de baard. Wat we graag zien, kort geschoren. Hoe moet ik dat nu scheren? Nou, voor nu vind ik het prima. We gaan het schip in. Ja, kom. Yes. Wat houdt de oefening van vandaag eigenlijk in? We simuleren alsof we een aanvaring hebben met een ander schip. Met alle calamiteiten die daarbij horen. Dus een brand, lekkage, wat je maar kunt verzinnen. Wat we willen is dat we daarop voorbereid zijn. Dus we oefenen veelvuldig oefenen we dit. Op ramkoers over het stuurboord. Met het uitvallen van de stuurpomp kunnen we niet goed manoeuvreren. En de aanvaring lijkt niet te voorkomen. Het is rood sluiten.
Wat gebeurt er nu eigenlijk? Nou, nu is het rood sluiten. Dan zorgen wij dat alle deuren die onder de waterlijn zitten, dat die gesloten worden. Dat we zo snel mogelijk een goed beeld hebben van waar de calamiteit zit. Dat als er iets gebeurt, dat het zo klein mogelijk blijft. En nu is mijn rol, ik kom hier binnen, ik ga mijn acties doen. Ik zorg communicatie met de mensen die calamiteiten moeten gaan bestrijden. En jij stuurt ook de mensen aan dan, vanuit deze positie? Ja, oké. Nou, we kijken nu naar de stuurmachines. Ik heb hier een beeld van wat daar precies het probleem is. Nu de mensen lokaal gaan rondes lopen, waar precies de problemen zijn. We hebben een kabelbreuk op de nooddieselgenerator. Op dit moment is 100% de calamiteit of de zoekslag is uitgevoerd in het schip. We weten nu waar alle calamiteiten zitten. Prioriteiten zijn momenteel 1, de brandaanvallen in ventilatiekamer 2. Prioriteit 2 is de brand in het corporaalverblijf. En prioriteit 3 is de bergplaats Knol. M-officier, kan voldoen aan de command 1. Beide stuurmachines zijn uitgevallen, worden handhydraulisch bediend. Ook een groep in het schip heeft een prio gekregen. En die gaat bezig om die calamiteit aan te vallen. Het kan een brand zijn of een lekkage. Die gaan daar nu druk mee bezig om dat op te lossen. Al hun acties koppelen ze terug aan de TC, zodat wij een goed beeld hebben. Ik krijg nu de laatste informatie van de stuurmachines. Het probleem dat wij hadden, krijg ik nu door. Op het moment dat ik dat binnen heb gekregen, laat ik jou even in het schip zien wat er precies gaande is. Hier met roosmiddelbollen, pompkamer 3. Ik heb de smart gelegd op de CQ-waterleiding. Lekker is gedicht en we kunnen proef draaien. Gaan we nu even een ronde doen door het schip? Ja. Dus je ziet dat hier een rookgrens is bepaald. Okay. Die deur moet ook dicht blijven, er zit een rode lamp op. Daarachter die deur, daar is de brand. Daar gaan we nu heen. Okay. Want we lopen nu om zeg maar, die brand heen, toch? Ja. Om de ruimte ervan. Dus de ruimte is hieronder, daar is de brand bezig. Ja. We lopen nu via de aanvalsroute gaan we naar de brand toe. Okay. Zo. Je ziet dat er veel rook staat. Ja. Dus hier is de brand geweest. Jij hebt deze oefeningen ook ontworpen? Of jij ontwerpt ook de oefeningen? Ja, zoals vorige week is besloten om deze oefening te doen. Dan gaan we zitten met wat scheidsrechters. Dan bespreken we een scenario. Dat zetten we op papier. Dan weten we van minuut tot minuut wat er gaat gebeuren in de oefening. En zo proberen we langzamerhand op een steeds hoger niveau onze bemanning te krijgen. Even bijkomen van al die rook. Jawel hè, best heftig hè. Is het geslaagd? Ja, absoluut geslaagd. Je ziet gewoon dat er veel inzet is getoond. Je ziet ook dat het heel realistisch is. Daar hebben de mensen goed op gereageerd. Juiste handelingen uitgevoerd. Dus wij zijn wat dat betreft helemaal blij. Je bent nu vrij. Hoe ziet je vrije tijd er eigenlijk uit op zo'n schip? We zijn hier in de longroom. Dat is eigenlijk ons verblijf. Hier recreëren. TV kijken, spelletje doen, even gezellig kletsen. Dat is hier allemaal mogelijk. En hoe ziet het interne opleidingstraject eigenlijk uit? Je komt hier binnen als burger, dan heb je al een stukje vooropleiding mee. Dan maken we een marineman van je. Basisvaardigheden, een stukje extra technische opleiding volg je dan. En dan later op in je traject, als je specifiek in mijn geval op een LCF geplaatst wordt, krijg je echt opleidingen die toegespitst zijn op dit type schip. Okay, dus je krijgt iedere keer weer een andere opleiding als je wilt specificeren op iets? Ja, klopt. Dus in je hele carrière volg je heel veel opleidingen, doe je heel veel kennis en ervaring op. En die neem je natuurlijk mee naar eventueel een carrière na de marine. Ja, goed. Dus je wordt eigenlijk gewoon breder qua kennis? Ja. Oké, gaaf. Jan Aert, ik wil jou bedanken voor echt een hele toffe dag. Ik had niet verwacht dat het zo gaaf zou zijn. Weet je ziet het wel in films, maar dan vraag je je nog wel af van hoe zou het in het echt zijn. En het is echt kicken. Nou, ik hoop in ieder geval dat je een goed beeld hebt gehad wat wij hier op een marineschip doen. Hoe wij hier leven, hoe wij hier wonen, hoe we hier werken. Ik hoop dat je daar een goed beeld van gehad hebt. Dat heb ik zeker. Dankjewel man. Hartstikke mooi.